Hey Bilal. Ja, hebben ze zo'n ramdam? Yo maatje, hebben ze zo'n ramadam? Niet eten, niet drinken. Ramadam. Hij is Ramadam. We mogen niet eten. Nee. ولا شو ولا وحد ابراهيم واي واي يو اخت مولا واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي بيتاج واي واي نيجيتي بيتاج واي واي خين بيت فور واي واي ان في خندور واي واي برايم برايم Jawel. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Welkom weer op onze kanaal. Sowieso, voordat ik verder ga, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Fix dat eventjes. We zitten bijna op de, volgens mij, 59k. We gaan richting de 60. Dus push ons eventjes een beetje omhoog. Half die 60, van die 60 gaan we naar 70 en ga zo maar door. Vandaag ga ik Bilal ophalen, dames en heren. Ik ga hem sowieso eerst eventjes verrassen. Vandaag is het de dag van de verrassingen. Ik ga hem verrassen. Hij weet nog helemaal nergens van. En het wordt een dikke verrassing. Maar daar hou je zo meteen meer over. Eerst gaan we even, tenminste we zijn bezig met zijn kamer eventjes verbouwen. En dus hij moet van alles weer nieuw hebben en zo. Dat heeft deze jongen super verdiend. Waarom hij dat verdiend heeft, dat is één, omdat hij zich heel lang gewoon goed heeft gedragen. En daarmee bedoel ik dat hij dus niet agressief is geweest thuis. Het was een periode dat hij best agressief kon zijn en dan dingen ging slopen in zijn kamer. Dus van deuren kapot tot aan materialen, spullen, noem het maar op. En zoals jullie weten is hij niet heel lang geleden verhuisd. Maar hij heeft zich dus heel lang goed gedragen. En hij is ook niet, hij is ook heel lang niet gefixeerd. En fixatie, dat is eigenlijk dat je hem gedwongen vasthoudt. Omdat hij anders voor onveilige situaties kan zorgen. Voor hem, voor mede-cliënten of voor de medewerkers. Dus dat heeft hij heel lang niet gedaan. Dus nu mogen de medewerkers hebben besloten dat zij hem niet zomaar meer mogen fixeren. Mits hij echt andere onveilige situaties brengt. Dus dat is echt iets waar ik super blij mee ben. Klinkt nogal heftig, is het ook als je dat ziet. Maar geloof mij, in sommige gevallen moet dat, anders werkt het gewoon niet. Maar goed, daar komt er ooit nog wel een video over hoe dat soort dingen werken. Maar wat ik al zei, dus ik ga hem verrassen met allemaal nieuwe spullen en zo. In ieder geval, we hebben nu een dikke tv voor hem gehaald zoals je ziet. Ik heb een bankstel voor hem besteld. We hebben zijn muren laten verven. Dus nu moet er alleen nog een bed en zo geregeld worden. Maar dat wordt niet deze video. Deze video, ik moet nog allemaal dingen doen. En ik wil hem gewoon eventjes ook even naar de kermis brengen. Even wat leuke dingetjes doen. Ik moet de auto wassen. Dat vindt hij ook hartstikke leuk. Maar de grootste verrassing vertel ik hem straks. Yalla. Hele lange intro. Excuses daarvoor. Nogmaals, vergeet niet te abonneren. Ik ga hem nu ophalen. Alleen maar liefde. Arrivederci. Ja, daar komt ie. Brian! Hey, ouwe reus! Alles goed? Hey, alles goed? Hey, ik heb eerst een verrassing voor jou. Nou, loop even mee. Kom. Kom. Ja, kom, ik heb een verrassing. Ja, loop maar mee. Oh jee. Oogjes dicht. Oogjes dicht. Oogjes dicht. Ga maar zoeken. Nee. Oeh, hij is gevallen. Kom. Kijk. Wauw. Wat is dat? Wat is dat? Daar is hij. Wat zeg je?
Kijk maar. Waar ga je heen? Wacht even. Hé. Hey. Moet ik je helpen? Nee. Hé. Hé? Vind je het leuk? Moet ik je helpen of niet? Hé? Hey? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Kijk wel. Wat gaan we doen, Billard? We gaan auto. Wassen. Auto wassen. Hey, heb jij vandaag Ramadan? Hè? De vorige keer ging niet goed. De vorige keer ging niet goed, vriend. Hè? Hey. Ja, wat is die gozer aan het doen dan? Hey. Hey, Willem, luister eens. Vandaag, luister eens. Vandaag gaan we allemaal leuke dingen doen. Maar we gaan niet eten en niet. En niet. Hè? Hey, Willem, vandaag mogen wij niet. Wat mogen wij niet? Eten. En niet. Pas op, hè. Pas op, ouwe reus. We gaan je vandaag in de gaten houden. Afgesproken? 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 Oké. Nou. Ik vandaag ga ik hem zo in de gaten houden. Nee, is even niet. Wat ben je doen? Dames en heren. Dat is even normaal, joh, gek. Dat is wel gezondheid. Dat is even normaal, man. Kijken, wat gooi je weg? Kijken. Zo, wat een gek zeg. Nou, ga je even helpen of niet? Ja. Yeah. Zo, wat een bende zeg. Leg maar op de grond. Is makkelijker. Nou, wat een gozer, zeg. Hey, joh. Hey, nee. Nou, ja, we zijn van de... Hallo. Waar ga je, hoe doe je? Ik ben zo terug. Hallo. Waar ga je heen? Waar blijft mijn broodje? Vanavond gaat dit zijn. Waarom? Heb jij weer wat gedaan, Billen? Heb jij weer wat gedaan? Heb jij weer wat gedaan? Jongen. Ook deze maand laat Michiel Elia jou weer heerlijk genieten van dadelkoekjes, chocoladedadels en Ezra-dadels. Nu ook verkrijgbaar bij jouw Albert Heijn of via www.michielelia.nl. Ja, maar jongens, zijn we weer. Ja, Elia, mensen, hier zijn we weer. Waar gaan we naartoe, Billen? We gaan naar de... Kermis. Naar de kermis. Heb je er zin in?
Ja. Waar wil je ingaan? In de botsauto? Waar dan? Waar wil je in? Zeg maar. Draaimolen? Meen je dat nou? Oké, ik hou je in de gaten, hè? Ik hou je in de gaten. Dat je het even weet. Hey, waar wil je in? Deze? Zeker weten? Ja maar, kom. Hey Bilal, doei! Dag Bilal! Ah, laatst niet eens, joh. Ja, gaan we nu andere. Kom. Ah. Hey, durf je daarin? Zeker? Oké, Bilal, één keer. Eén keer. We hebben nog andere, we mogen nog andere. Kom, nee, kom. Kom op, Bilal. Kom. Jalla, zit. Mag ik, hè? Ja, andere, we gaan andere zoeken. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Hey, hey. Hoger! 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 Hoger, je! Yeah. Oh, joh, kijk uit! Kijk uit, Bilal, kijk uit! Oh, joh!
Oké. Wow, yo. Oké. Ik doe het gek. Hey, oh. Hey, oh. Nee. Hey. Hey, kom hier! Politie! Nee! Help! Help! Nee! Hey, kijken. Hoe kom jij daaraan? Wat is dit? Dit. Wat is dat? Hoe is het? Nee, zomaar, geef me even een hand. Hoe is het, Bilal? Alles goed zo? Rustig? Alhamdulillah. Bilal. Ja? Knippen? Ja. Wat ga je doen, Nassari? Wat ga je doen? Broer, je gaat naar de kapper. Wat ga je doen? Wat meen je deze? Oké, Bilal. Broer. Habibi. De kapper knipt knap, maar de knecht van de kapper knipt knapper dan de kapper. Ik was je bij alleen kapper af, verstandig. Kom. Kijk. Moet eens knippen, kijk, slag worden. Is niet netjes meer. Ga je als snoer mooi bijwerken hier zo. Hè? Niet? Oké, we gaan helemaal kaal dan. Helemaal kaal. Zo, wat gaan we doen? Knap maken? Ja toch? Ik laat dat jou over. Niet zo. De Ramadan vandaag. Beetje moeilijk? Ja. Mooi zo. Kom. Nee, het wordt Ramadan, je gek. Broer, dankjewel. Ik ga vast naar de auto. Alleen maar liefde. Allah, Amunia, Yablana.
Deze gozer is iets te fanatiek. Iets te fanatiek. Klopt hier iets gewoon niet. Ben je klaar voor de grote verrassing, Willem? Ben je klaar voor? Weet je wat het is? Wat dan? Zal ik het zeggen of niet? Zal ik het zeggen of niet? Ja. Hè? Wat denk je dat het is? Dames en heren, jongens en meisjes, neefjes en nichtjes, papa's en mama's, vriendjes en vriendinnetjes, opa's en oma's, broertjes en zusjes. De grote verrassing van vandaag, Bilal heeft, wat heb jij gehad? Een thee? Een tv? TV. Ja, Bilal heeft een tv gehad. Toen is Bilal naar de kermis. En toen is Bilal naar de kapper. En Bilal doet mee aan de Ramadan. Aan de Ramadan. Hij heeft niks gegeten, niks gedronken. En dan verdien je een hele grote verrassing, dames en heren. De grote verrassing is... Bilal gaat in een... Met een vliegtuig. Bilal gaat in een vliegtuig. Waar? We gaan op vakantie. Ja, we gaan op vakantie. Waar? We gaan naar Turkije. Turkije? Ja. Waar? Ja, in Turkije. Waar? Met wie bedoel je? Nou, wie gaan er allemaal mee dan? Khadija. Khadija gaat mee op vakantie. En wie nog meer? Ryan. Ryan gaat mee op vakantie. Sophia. En Sophia gaat mee op vakantie. En wie nog meer? Brahim. Brahim gaat ook mee op vakantie. Speciaal voor jou, cadeautje. Hey. Dat is voor jou, Milan. Het is een vakantie. En weet je wanneer we gaan, Milan? Volgende week. Volgende week? Ja. Nog 7 nachtjes slapen en dan gaan we gelijk met het vliegtuig. Nog 7 nachtjes slapen, dames en heren, neem ik Bilal mee naar Turkije. We gaan op vakantie, er komen weer vakantievlogs aan en we gaan weer genieten. Of niet, Bilal? Hè? Want vakantie is alleen voor echte? Echte mannen. Echte mannen. Hey Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Ja, voor mensen, alsjeblieft vergeet niet te abonneren. We zitten bijna op de 60k. We willen naar de 70, 80, 90. En we willen heel veel positiviteit verspreiden. Dus help ons alsjeblieft daarbij. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Niet op het belletje drukken, zodat jij meteen een melding krijgt wanneer een video online komt. Wat ik wil meegeven, wij hopen dat jullie genoten hebben van de video. Wij hopen dat jullie er iets van opsteken. Of niet, Bilal? Ja. Hey, wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... We zijn tijd. Positiviteit. Are. Are Vedertje. Kom hier, ouwe reus. Kom hier. Love.
wat liefde.